Hallo Maaike. Nou, hallo meisje. Ja. Eindelijk de spruiten schoonmaken, samen met een bakje koffie erbij. Heel lekker. En Willy wil wel, ja, die is nog steeds boven. Dus komt helemaal goed, ik zou zeggen. Hou vol goede moed. Een hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag maandag, de 30ste van de 10e, 2023. En ja, Willy die kan zo weer komen, dus daar zitten we ook op te wachten. Maar ja, ik had de kamerdeur al vanochtend opengezet. Ik denk, als ik dan klaar ben, dan kan ik een beetje zo naar beneden. Maar ja. Kan wel was als eerste beneden geweest. En wat denk je wat? Kom bij mijn bureau. Kom ik mijn bureau schoonmaken. Wat denk je wat? Had meneer daar op boven zitten te geven? Ja, idioot. Doet op de grond, weet je, maar niet op mijn bureau. Voor hetzelfde geld had ik iets weg kunnen donderen of wat dan ook. En had ik niks kunnen doen. Ja, ken je dat? Jongen, nog en toe, gelukkig was het op mij, ja, ik gebruik een placemat als muismat en die legt dan, ja, ik zal het even laten zien aan jullie. Eventjes geduld, zou ik zo zeggen. Dat is eigenlijk een placemat. Ja, daar glimt het, maar ja, leg ook spullen onder, wat voor mij belangrijk is. En ja, en mijn muis die hoort erop, zo. En dat is mijn muismat, omdat ik heel veel met mijn muis ook werk. Ja. Maar ja, het bureau moet zelf daar ook nog opgeruimd worden en schoongemaakt worden, et cetera. Maar nu schijnt het zonnetje, dus met de zon erin, dat lukt dan toch niet, want dan blijf je stof houden. Want het stof kruipt niet kruipt waar het niet gaan kan. Dan kan ik het afstoffen, maar twee tellen later zit het weer. Ja, dat komt door het zonnetje. Maar ja, wat doe je er twee keer aan? Nee, twee keer niks. Nee, daar kan je helemaal niks mee doen. En nou, en daar zit Rijke. Hé, meisje. Is je ons meisje? En daar zit mijn grote meisje. Hé? Jo. Komt jullie zo meteen? Komt jullie zo meteen? Oei, oei, oei. Nou ja, en dat wisten jullie al, hè? Ja. Lekker, die spiegel er weg. Heerlijk, lekker ruim. Ja. Dus. Maar ja, als je hem wil hebben, hij is te koop. Nou voel ik daar nog weer nattigheid. Even dat doekje pakken. Dieren? Nou, jullie weten het. Nou. Het is wat. En vooral met Gandalf is het wat. Ja. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, ja, het is vreemd weer, regenachtig, zonnig, schijn, van alles een beetje. Behalve nog geen hagel gehoord of gezien, maar in ieder geval. Ik kan straks hopelijk even mijn jas aan doen in de tuin schoonmaken. Maar ik moet ook de meisjes nog even uitlaten. Dat doe ik wanneer Willy er is. Ja, dan laat ik ze uit. En als ik dan terugkom, dan neem ik een zak en dan ga ik de tuin eens even opruimen. Maar dan moet het wel droog zijn. Ja, want als het nattig is, ja, dan heb je er pak van, weet je. Dan is het zo moezerig, dat wil ik niet hebben.
Hé? Ja nou, meisje. Hé, meisje. Oei, oei, oei. Mijn kleine meid. Hé? Ja. Maar oké, okay, ja, wat er verder gaat gebeuren vandaag, dat weet ik niet. Ik ben denk ik blij met de urn van Eowyn, dat die ook af is. En zo hou je gelijk ook opruimen. Want ja, de eettafel raakt ook leger. Ik heb ook gisteren al het een en ander van Halloween opgeruimd wat van mijn booster afkwam. Die spin met die rat heb ik bij mijn pruik erin gedaan, dus dat komt wel goed. Nou, morgen is de 31ste. Ik heb een tori. Overal is er wel vocht. Bah. Ik grijp iedere keer een vocht. Zo niet leuk. Bah. Maar in ieder geval... Morgen is pas Halloween, de 31ste. En dan gaat het ook weer weg. En dan ga ik gelijk dat plakplastic van mijn ramen afhalen. En dan kan hopelijk donderdag de ramen weer gelapt worden en gedaan worden. En anders doe ik het zelf wel. Probeer. Kom, William. Niet zoals het behoort, hè? Nee. Doe normaal. Die deur is niet goed dicht. Oh, hebben we dat weer? Ja, ging die weer. Kunnen we nou normaal doen? Wij gaan lekker aan de koffie. Ja, en naar de bak. En daarna aan de bak. Daarna ga ik de meisjes uitlaten. Ja. Dus. Nou, je hebt een draad. Ja, die moet naar boven toe. Moet even boven ergens staan, weet ik veel waar, dat die veilig staat. Ja. Want hij is loodzwaar en dat doorsteekt niet te doen, die trap op. Nee. Oh, is leuk zo. Ja. Gelijk meer ruimte, hè? Ja. Ja. Er zitten nog 4 schroeven erin. Ik denk, weet je wat, die laat ik nog eventjes zitten vanwege de kerst. Kijken of ik daar wat aan kan hangen, ja of nee. Altijd. Altijd, dacht ik, ja. Ja, daarom. Bovenin heb ik die 2 wel weg. Ja. En ook heb ik de urn van Eowyn klaar. Oh, die... In het midden. Die roze. Ja. Die milkshaker. Ja. Zeker. Ja, het zijn alle 3 milkshakers. Ja, en? Maar, een... Staat er toch niet op? Nee. Daarop. Er staan namen op. En bij Eowyn heb ik niet de geboortedatum gedaan. Ik denk, dat staat toch op het certificaat. Ja. Nee. Zo, nou. Enkel, er staat nog 1 strooibusje. En daar zit alle 3, van alle 3 de diertjes zit daarin en dat wil ik nog even uitstrooien ergens. Ah ja. En de andere 2 potjes die staan leeg boven bij mijn mannetje en bij mijn schoonmoedertje. Ah ja. Dus. Helemaal blij ermee. Ja. Hé?
Hier is nog een apenkopie. Ja. Yeah. Een aanstelsel. Ja. Yeah. Echte vrouw. Hè? Ja. Echte meisje. Oh, aanstelster. Ja. Ja. Maar oké, ik ga koffie maken, lieve vrienden. Ik zou zeggen tot later. Aanstelster. Nou, dan leggen de twee dames lekker naar het lopen, hè? En ik heb de tuin tot zover op weten te ruimen qua hondenbehoefte dan enkel tussen de twee fietsen in. Daar kon ik niet bij komen, nee. Nee, ik ga ook niet klimmen of wat dan ook. Maar er is dus opgeruimd. Er ligt wel een vlekje, maar ja, dat was dun. Dus ja, dat vlekje krijg je niet weg. Dat spoelt wel met de regen weg. Want er gaat liggen er meer vlekjes, maar de hoopjes zijn opgeruimd. Ja. Nou, en Kandolf die is inmiddels al in 5 minuten tijd al 3-4 keer buiten geweest. En dan blijft me zeuren, maar dan komt hij weer terug. En dan wil hij weer uit en dan komt hij weer terug. Ja, ik blijf aan de gang, ik ben geen raamportier, nee. En ik ga nu eindelijk de spruiten schoonmaken, samen met een bakje koffie erbij. Heel lekker. En Willy wil wel, ja, die is nog steeds boven, dus... Komt helemaal goed, ik zou zeggen. Hou vol goede moed. Ja, lieve vrienden, Willy die gaat net de poort uit. En de boel is weer netjes en schoon. Daar ben ik blij om. De spruiten die staan in het water. Die moeten nog gekookt worden, maar ik ga zo meteen eerst boodschappen doen. Ook is er even een meneer geweest, die woont er ginds verderop. Die wil in de buurtpreventie van wat ik van hem begrepen heb. Nou, helemaal prima, helemaal goed. Ja. Hoe meer, des te liever ik dat heb, ja. En als nou eens een keer ook een man is die ook een ronde doet en wilt doen, dan zou ik het helemaal op prijs stellen. Maar in ieder geval, wat ik zeggen wil, ik ga zo meteen eventjes boodschappen doen. Ik moet brood hebben, ik moet vleeswaren hebben, ik moet kaas hebben. Dat zijn de belangrijkste dingen die ik nodig heb. De rest heb ik nog, ja. Ja, dan kan je wel zeggen, je moet je dat niet aanvullen. Ja, ik wil weer eens binnenkort een tas to go to go nemen. Ja. Dan heb ik er ook weer van alles erin en nog wat. Dus ja, dan, dat is dan ook niet zo duur. Maar oké, dat gaan we zo meteen lekker even doen. Ik zit wat om me heen te kijken. Waarom weet ik eigenlijk niet. Ja, ik had een kaart geschreven en ik denk, ja, die kaart moet ik meenemen. Dan kan ik die eerst wegbrengen, maar nee... Die heeft Willy mee, die komt sowieso langs een brievenbus, die doet hem op de post. Ja, dus helemaal goed, helemaal geweldig. Even een kaart voor iemand geschreven die hem, nou ja, die daar denk ik wel blij mee is. Ja, en die woont helemaal in Nieuwegein, dus ja. Ook leuk. Ja, niet een man hoor, nee, het is een jonge dame. Ja, mejuffrouw zeg maar. Niet getrouwd en ze woont nog thuis, ja. Dus ja, helemaal leuk, helemaal gezellig. En jullie hebben haar ook al eens een keer gezien samen met haar moeder. Toen waren ze bij me, ze zouden ook alweer bij me zijn gekomen. Maar ja, daar is niks van gekomen omdat er helemaal allerlei dingen tussen zijn gekomen aan die kant. Wat allemaal sneu en erg is. En ja... We moeten afwachten totdat dat allemaal wat er aan de hand is, over is, gedaan is en gebeurd is, etcetera, etcetera. Maar nu ga ik naar het kleine kamertje. Kijk, ik moet nog wel die kant op. Ja, ik moet nog... Ik moet het zakje maar meenemen. Ja, want ik wil toch wel weer een zakje hebben en ik moet nog even die ook hebben. Ja, ook even 2 doosjes denk ik. Ik weet niet hoeveel er hier nog in zitten. Even koekeloeren. Koekeloeren, ja, er zit hier niet zoveel meer in. Nog maar 4. Dus ja, dat moet ook gewoon gedaan worden. Want ja... Ik wil niet zoveel troep van een huisarts hebben. Ik heb enkel nog de maagtabletten, want ik ben niet zo erg te spreken over de maagdruppeltjes van dokter Vogel. Dat helpt mij niet, want ik word er eerder nog weer beroerd van. Ik krijg een vieze smaak en daardoor word ik beroerd. Dus ja,
Dat gaat het er niet worden. Misschien dat ze van Golden Naturals wat hebben. Ik weet het niet. Maar dat gaan we allemaal even vragen. Dus ja, dat dus, lieve vrienden. En voor de rest zou ik zeggen, geniet gewoon van alles met wat jullie doen. Maar ook zeker weer met wat wij doen. Tot later. Zo, lieve vrienden. Ja, we zijn weer thuis. Ik heb ten eerste alweer boodschappen binnen. Ik ben ook naar de drogist geweest waar ik altijd naartoe ga. Ik ben bij de FOMA geweest. Ik ben thuisgekomen, ik ben hardrennend naar het kleine kamertje gegaan en ik heb de meisjes uitgelaten en dat zijn we net weer van thuis. Ik had de spruit al heel laag opstaan, die staan nou ook, nou heb ik ze net hoger gezet. Nou ja, ik heb ook bij Big Bazaar geweest en dat komt straks wel. Nou, wat heb ik gehaald? Dat komt ook straks. Bij de DA medicatie en deze snoepjes en in plaats van dokter Vogel heb ik nou een van een ander iemand van Liberis, weet ik veel, maag en darm, dus ja, dat gaan we nou proberen in plaats van die van dokter Vogel. En ik hoor er eentje die wil binnenkomen, dan gaan we die eerst even binnen laten. Maak een vrouwtje erdoor, schatje. Ja, hè. Wat kan er nog wel binnenkomen? Ja. En ook die hoort erbij. Hi, kerel. Dat was heel snel binnen. Dus ja, we gaan verder met de boel uitpakken. Ja. En de spruitjes die beginnen te koken. Ja, ga eens even aan de kant. Dank u. Ik moet er even een pollepel erbij houden. Vanwege de deksel, want die blijft anders niet staan. Zo. Dan hoop ik dat die zo goed blijft. Ja, wat is er? Nou, toen zijn we naar vanaf de DA naar de Big Bazaar gegaan. Nou, ik heb een heel leuk klein potje gekocht. En het hoeft allemaal niet zo groot. En hier ga ik terzijde tijd wat mee doen. En ik zeg nog niet wat. Dat komt nog wel. Ja. Die zet ik eventjes op de tafel neer. Nou, het is altijd handig om wat kaarten in huis te hebben. En dat ik heb twee dezelfde en nog weer een ander die niet zo leuk is. Wel mooi, maar niet leuk. En dan een grappige. Ja. En dus. Maar in ieder geval twee dezelfde, dat is deze. Voor iemand die jarig is. Nou, hoe lief. Daar heb ik er twee van. 19 cent, maar ja, nou, dan laat je het toch niet leggen. En deze is verdrietig. Condoleancekaart. Dus ja. Kan je zelf nog verder wat inschrijven. En een grappige kaart van buiten. Tenminste, ja, grappig, wat heet. Ouderwets. Ja, die zie je er bijna niet meer. Die vind ik mooi. Dus ja, die heb ik erbij gekocht. En dat vind ik gewoon leuk. Dat gaat... Eén doosje daar maar weer in. En voor de rest hoeft niks naar boven. Ik heb voor de kerst al wat gekocht. Morgen kent Halloween gebeuren weer weg. En dat zijn... Moet hij er wel even eentje uit willen? Ja, het zijn er meer. 1, 2, 3. Hoeveel staat het daar niet op? Kijken naar. 6 stuks. Mooi. Je moet er zelf een haakje of wat dan ook eraan doen, maar dat maakt niet uit. Een hertenkoppie met gewei. Nou ja, hoe leuk. Tenminste, een hertenkoppie. Eigenlijk meer een kerstballetje met een. Ja, nee, wacht even. Hij heeft hier wat hangen, ja. Nou ja, het is een hertenkoppie. Ja, met gewei. Zijn oortjes,
Oogie, oogie, ja, voorhoofdje, twee neusgaatjes. Ja, ik vind hem leuk. Dus ja, het begin is er. Ja, het begin is er. Dat is weer weg. Dan hebben we boodschappen gedaan. En dan gaat vaak wat in de koelkast. Dat is dit. Ja, die lusten jullie ook wel, denk ik. Mergpijpjes. Nou, dit gaat gelijk bij mij in de koelkast. Hoppata. Nou, ik heb die. Weer, uiteraard. En wat ik ook lekker vind, gewoon om zo te eten. Net zoals die kaasflips. Kun je dit ook gewoon normaal zo eten zonder er wat op te doen. Gewoon droge toastjes. En ook heel goed voor je als je beroerd misselijk en onderweg bent. Ja. In plaats van beschuit, kan je ook dat opeten. En beschuit krijg ik niet weg, omdat het tegen mijn gehemelte ook schuurt. Dat ik vroeger als kind zijnde altijd al, dat mijn gehemelte helemaal open lag door beschuit eten. Ken je dat? Ja. Yeah. Nou, en ik heb nog wat lekkers gekocht. Dat was weer in de aanbieding. Voor €1,99. Vier roombroodjes. Nee, wie doet je wat? Dat is toch goedkoop? Gaat straks ook de koelkast in. En dan heb ik voor kandel wat. Even weer eens het anders. Snoepjes, snoepjes. Het is ook al een snoepje, maar op een andere manier. Hij krijgt dan ook een stokje. Ja. Hij krijgt ook een stokje. Nee, dit is van kandel. Maar het wil nou niet, dus die leg ik even daar neer. Want dan krijgt er wel een en jullie krijgen er zo eentje uit de bak. Ja? Krijg ik ook een stokje. Ja. Nou, natuurlijk. Oh ja, mijn snoeischaar, daar zit braam, een hele diepe braam in. Dus ik heb een nieuwe gekocht. €1. Nou, dat is toch lachen. Hij zal wel niet zoveel soep wezen, maar... Ach, kan ik toch weer kersttakken mee knippen, weet je? Nou, kaas, deze, rode. Dan krijg ik nog een groene ook. De groene bank. Nou, vleeswaren. En wat hebben we voor vleeswaren? Nou, dat is snijworst wat ik heb. Dat is boterhammenworst wat ik heb. Geelworst wat ik heb. Salami. Twee keer gebraden gehakt, mag ik er even bij, tante Paul. Want de ham was mij een beetje te duur. Ik denk, nou, doe ik twee keer gebraden gehakt. En dan heb ik nog gekookte Gelderse. En dan de groene band van de kaas. En dan, wie doet je wat? Wie doet je wat? Voor 99 cent heb ik maar liefst 12 broodjes. En dan 1, 2, 3, 4 maal. Nou, lekker toch? Gaat zo lekker de vriezer in. Helemaal toppie. Maar ik moet het eerst delen in zakken. Dus dat komt er zo. Ik zet het eerst daar neer. Ik ga eerst de rest opruimen. Bakje koffie maken. En dat geeft een hoop herrie. Net zoals koken geeft ook herrie. Jullie zullen wel horen pruttelen. Maar jullie ruiken het niet. En het water loopt mal over de tong. Ja, zo lekker ruikt het. Spruitjes. En ik moet nog uitsnijden. Of tenminste een siepeltje. En die moet ik bakken met spekjes. Maar het komt helemaal goed. Zo zeggen lieve vrienden. Geniet van jullie avond. En ook smakelijk eten. Bon appétit. Heel het al op. Mag het wel bekomen. En tot later. Hé, hey, schoonheid. Hé, schatje. Schatjes, kleine meid. En daar hebben we mijn grote meid. Hier, even mijn stoel laten zakken. Zit nog een beetje te hoog. Ja. Dan ga ik beter zitten, want ik zit lang niet goed. Zo. Hé. Meisje. Dat ruikt lekker, hè? Maar het is ook lekker. Ja. Ja. Spruitjes.
Met gebakken sippeltjes en spekjes. Yummy, yummy, yummy. En een koffie en een leeg glas, maar er staat een flesje naast. Ja. Dus ja, dat dus, hè? Ja, en dan ga de televisie aandoen. En televisie kijken en een vlog in elkaar zetten. Het blijft er maar bij één, want ik heb het druk gehad, zeg maar. Ja, kan ik ook niks aan doen en dan ga ik dat lekker opeten terwijl ik televisie ga kijken. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en tot later. Zo, lieve vrienden, de tijd is weer helaas aangebroken om naar boven toe te lopen. Ja, en lekker te gaan slapen. Maar ik hoef gelukkig niet eerst zoveel keren te gaan gapen, nee. Ik ben moe, dus mijn oogjes gaan vanzelf wat toe. En mijn meisjes, en mijn kereltjes trouwens naar boven. Mijn meisjes die lopen ook zo naar boven, dus ja. Komt helemaal goed, lieve vrienden. Ik moet de computer nog uit doen, de televisie is er al uit. De deur nog even op slot en dan even nog een kruikje klaarmaken. Want ja, mijn voetjes zijn koud. Ja, kan ik niks aan doen, zo ben ik nou eenmaal. Dus ik zou zeggen, geniet van jullie nachtrust. Slaap lekker allemaal. En ja, morgen weer gezond en opstaan. En jullie weten het. God houdt over ons allemaal de wacht. En ik zeg, graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!